voor overal NASC, voor tweede klas voor HAVO VWO, zijn we bij hoofdstuk 5, ontwerpen en materialen. En vervolgens zijn we dan bij paragraaf 5.3, een licht ontwerp. En dan gaan we het over de dichtheid hebben. M is roke V en M is massa in gram. Rho is dichtheid, een soort peetje, dat heet rho, dat is een Grieks teken. Dichtheid in gram per kubieke centimeter. En V is het volume in kubieke centimeter. Dan zie je hiervoor je ziet een aquarium met water erin. En drie zakjes. Kijk, dit zakje drijft heel duidelijk. Je kan zien dat hij voor de helft boven het wateroppervlakte zit. Dit zakje zweeft. Die zit eigenlijk bijna helemaal onder water. En dit zakje ligt gewoon op de bodem. En terwijl, ja, waarom ligt die op de bodem? Zweeft deze en drijft deze voor het grootste gedeelte boven het oppervlakte. Dat komt door het verschil in dichtheid. Kijk, water heeft de dichtheid van 1. En glycerol heeft de dichtheid van 1,2. Dus glycerol zakt dan naar de bodem. Plons. En wasbenzine heeft een dichtheid van 0,7. Dat is kleiner dan 1. Dus dan blijft die drijven. En mijn water, ja, als je water zweeft, maar je ziet dat die langzaam maar zeker toch weer naar boven komt zetten. Maar er zitten natuurlijk een paar luchtbelletjes in. En als je alleen maar plastic zakje hebt en je legt het op water, dan blijft het ook drijven. Dus daar heeft het nog een klein beetje drijfvermogen, net als een ijsschot. 90% zit dan onder water en 10% steekt er bovenuit. Maar ja, voor je het weet, dan knal je tegen zo'n ijsschot aan. Omdat ijs heeft bijna dezelfde dichtheid als water. Dat verschilt ook een klein beetje. Dat drijft enigszins. En we hebben ook een aantal blokjes. Nou ja, drie keer raden wat er gebeurt met het houten blokje. In het aquarium. Dat blijft drijven. Wat zou er met dit metalen zware blokje gebeuren? Ik pak even dit haakje. Kijk of die blijft drijven. Nee, die blijft eigenlijk op de bodem staan. Dus dit metaal heeft een grotere dichtheid dan water. En hout dus niet.